Hallo en welkom bij de speluitleg van Maximaal. Maximaal heeft twee reeksen, namelijk de deeltafels en de maaltafels. Aangezien de speluitleg voor beide spellen hetzelfde is, leg ik enkel de spelregels uit van de vermenigvuldigingen van de maaltafels. Eerst en vooral worden de kaarten zo verdeeld dat elke speler er evenveel heeft. Dus in dit geval hebben we een tweespeler setup. Hoe verloopt dan het spelletje? Wel, natuurlijk kijken we naar de vermenigvuldiging. En dan moeten we luidop zeggen wat de uitkomst is, wat het product is van deze bewerking. Dus 9 x 9 is 81, 10 x 6 is 60. Ik heb beide juist. Ziezo. Degene met de hoogste waarde die krijgt de gespeelde kaart en die legt ze op een stapel. Dus bijvoorbeeld bij de volgende, 1 x 2, 1 x 7, dus uiteraard 2 en 7. Als deze speler het juist heeft, dan ontvangt hij die kaarten. 9 x 10, we misrekenen ons en we zeggen 91, maar het is natuurlijk 90. Wel, die speler die wordt niet afgestraft. Die kaart gaat eigenlijk terug naar onder. En de speler krijgt dan een nieuwe kans om eigenlijk zijn vermenigvuldiging correct uit te voeren. 7 maal 1 is uiteraard 7. 4 maal 7 is 28. Dus deze speler ontvangt de kaart. In het spelletje zijn er ook nog jokers. En de joker die wint gewoonweg altijd. 3 maal 2 is 6. Zie zo, een joker. Die, wordt, die gaat daar naartoe. 6 maal 6 is 36. Die heeft nu de joker. Dus de kaarten die gaan daar naartoe. Er zijn ook gevallen waarbij dat de uitkomst hetzelfde zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld 2x10 en 4x5 is inderdaad bij de 20. Wat gebeurt er dan? Wel, Dan wordt er nog één kaart daarop boven gelegd en dan begint er een battle. De speler die dan de hoogste waarde heeft, correct. Die krijgt alle kaarten die zich hier in het midden bevinden. In dit geval is er een joker. Gaan we even op zoek naar een gewone kaart. 9 x 1 is 9, 6 x 9 is 54. Als deze speler het juist heeft, dan krijgt hij alle kaarten. Stel je voor dat deze zich misrekent, dan gaat deze gewoon weer onderaan de stapel. 7 x 2 is 14, en ontvangt hij alsnog de kaart. Wanneer de stapels op zijn, dan worden er punten geteld. En hoe worden er punten geteld? Wel, zoals je ziet, zijn er hier sterren. De joker heeft geen ster. En deze heeft één ster. En alle sterren worden gewoonweg bij elkaar opgeteld. Degene met de meeste sterren, die wint het spelletje. Het zo, dit was onze speluitleg voor maximaal de maaltafels. Voor de deeltafels is het hetzelfde. Denk eraan, ook bij de deeltafels wint de hoogste waarde. Bedankt om te kijken.